welkom op dit TU Delft COVID-19 Response Fund webinar. Het zijn en blijven bijzondere tijden voor ons allemaal, dus laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat het allemaal goed met u gaat in alle gezondheid. En fijn dat u er allemaal bent. We hadden even wat netwerkproblemen, maar ik verklap u, het was het wachten waard. Jullie hebben allemaal bijgedragen aan het COVID Response Fund en we gaan vandaag kijken hoe het daarmee staat. Mijn naam is Evelien Esveld en ik ben directeur van het Universiteitsfonds Delft. En we zitten hier in het hart van de campus van de TU Delft in een lege aula. En je ziet aan de rode stickers dat we ons volop aan het voorbereiden zijn op onderwijs van de geven in de anderhalve meter economie. Maar de stilte is wel schijn, want de universiteit is gewoon open. Heel veel mensen hier doen hun best om te zorgen dat het onderwijs gewoon door kan gaan. Dat studenten kunnen blijven studeren, zij het online en daar straks waar mogelijk wellicht ook fysiek weer. En ook het onderzoek gaat gewoon zoveel mogelijk door. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik ga u bijpraten over het COVID Response Fund waar we staan. En in het bijzonder praat ik bij met twee projecten. Maar dat ga ik niet alleen doen. U kunt dat ook doen door uw vragen in te zenden. En die zullen we dan ook aan hen stellen. En even praktisch kunt u dat doen door dat in de chat te doen, de vragen te stellen. Dat is bij Vimeo, als het goed is, rechts onderin, daar staat Join to Chat. En daar kun je je vragen intoetsen en die komt dan hier binnen. Daar zullen we er een aantal uit kunnen pakken. En mocht u dat niet willen doen, je kunt ook een vraag sturen via de WhatsApp. En dat kun je doen door de telefoonnummer te gebruiken, wat als het goed is nu in beeld staat. Ja, het was 12 maart om precies te zijn toen we in Nederland althans in een intelligente lockdown gingen. En wat je daar zag gebeuren hier bij de TU Delft is dat op dat moment die typisch Delftse can-do mentaliteit omhoog bracht. En er op heel veel fronten heel veel onderzoekers en studenten hebben gekeken hoe zij in hun domein, hun studiedomein of hun onderzoeksdomein, een bijdrage konden leveren aan het gevecht wat we aan moesten met het virus en nog steeds de uitdagingen waar we voor staan. Daarvoor hebben wij als Universiteitsfonds het COVID Response Fund opgericht en u allen bent daar donateur van en daar ben ik u zeer erkentelijk voor. In een noodtempo kregen we tientallen aanvragen van projecten om gesteund te worden. En vandaag spreken we er dus met twee. Maar we kijken eerst even naar een filmpje van onze voorzitter en rector magnificus Tim van der Hagen, wat hij hierover zei. Het is maandag 16 maart. Als Jaap Harrelaar met pijn in zijn buik zijn 30 studenten belt om te zeggen dat de stage in het ziekenhuis niet doorgaat. Als docent klinische technologie doet het pijn. Als mens weet hij dat het niet anders kan. Het zijn de eerste dagen van de coronamaatregelen. 'S Avonds zit hij op de bank en kijkt hij televisie. En hij hoort op het journaal het inmiddels zeer bekende fragment van de Italiaanse intensive care arts. Die gedwongen wordt om keuzes te maken tussen mensen over leven en dood. Omdat er gebrek is aan beademingsapparatuur. En als hij dat ziet, dan weet hij het zeker. Die avond belt hij zijn studenten voor de tweede keer. Met een simpele, maar verstrekkende vraag. We gaan noodbeademingsapparatuur ontwikkelen. Doe je mee? Op maandag 16 maart wordt Operation Air geboren. De rest is geschiedenis, zoals dat zo mooi heet. Het is een typische Delftse reactie. Can, act, do. Voor mij een exemplarisch moment. Waarbij ik enorm trots ben op onze Delftse gemeenschap. En op de impact die we met elkaar kunnen en moeten maken in de samenleving. Het is voor mij helderder dan ooit. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we met duizenden Delftse alumni met elkaar het COVID Response Fund hebben opgericht om dit soort initiatieven te ondersteunen. Ja, zoals ik zei, gaan wij in gesprek vandaag met twee van de 20 projecten die wij met het COVID Response Fund hebben kunnen helpen. Maar mocht u willen kijken naar alle projecten, en dat is zeker de moeite waard, dan vindt u die op de website van het www.universiteitsfondsdelft.nl/gesteundeproject.
Inmiddels is bij mij aangeschoven professor dr. ingenieur Philomena Bluizen. Zij is hoogleraar Indoor Environment of binnenmilieu in goed Nederlands zoals het wordt van de faculteit bouwkunde. Zij doet onderzoek naar microscopisch kleine druppeltjes, aerosolen genoemd, in de binnenruimte. En ik hoef u waarschijnlijk niet te zeggen dat dat vrij actueel is op dit moment. Welkom Philomena. Fijn dat je even tijd kon maken. Ja, dank je. Je doet veel van je onderzoek in het Sense Lab, wat gevestigd is in het Science Center van de TU Delft. Ja. Wat onderzoek je normaal, dus zeg maar pre-coronatijd? Ja. Ja, normaal doen we natuurlijk iets heel anders. Ja. We hebben dit project speciaal in het leven geroepen. Normaal in het Sense Lab doen we onderzoek naar beleving van binnenmilieu. Dan heb ik het over licht, geluid, thermisch comfort en luchtkwaliteit. En daar hebben we een aantal ruimtes voor ontwikkeld met opstellingen waar mensen dat zelf kunnen ervaren. We doen dat ook om mensen onderwijs te geven, te onderwijzen over dat binnenmilieu. En daarvoor is het Sense Lab gesitueerd in het Science Center, die in het weekend open is voor publiek, om daar iets te komen ervaren. Dus je deed eigenlijk al veel onderzoek ook naar het klaslokaal bijvoorbeeld? Ja, ja, daar deden we al heel veel onderzoek naar. Met name naar kinderen op de basisscholen, in klaslokalen. Nou, en daar is dat idee ook eigenlijk door ontstaan om dit project op te richten. Maar misschien is het een idee om dat filmpje... We gaan even kijken laten zien hoe dat Sense Lab eruit ziet. En we gaan even kijken naar een klein filmpje daarover. Nou, wat doen we hier vandaag? We doen hier experimenten om te kijken hoe de lucht zich in een ruimte verplaatst. En dat doen we aan de hand van de productie van zeeppelletjes die we via een fictief persoon, een mannequinhoofd, produceren. En in gedachten hebben dat die persoon geïnfecteerd is. En dan gaan we kijken hoe ver die druppeltjes komen, die aerosolen zoals we ze noemen, die hele kleine druppels. En hoe dat effect heeft bij verschillende soorten ventilatiecondities in deze ruimte. We werken onder andere met de ventilator die bij 3ME is ontwikkeld, de faculteit 3ME. Dat is een beademingsapparaat eigenlijk. We werken met een bubbelmaker, een zeepbellenmaker, die is ontwikkeld bij professor Scarano van de faculteit Aerospace. En we werken met allerlei camera's en andere toeters en bellen om dit te bewerkstelligen. De grootste uitdaging is om het goed zichtbaar te maken en om dat dan weer goed te kunnen vertalen naar praktijkaanbevelingen. Dat is de grootste uitdaging. En daarom gaan we ook niet alleen zeepbelletjes gebruiken, maar ook andere technieken. We gaan ook echt druppels maken met condensvorming. Evaporators worden dat ook wel genoemd. En daar gaan we zelfs in samenwerking met andere instituten, met NLR, met DNW en met Radboud UMC, gaan we daar ook slijm aan toevoegen om echt te simuleren dat als je uitademt of hoest of niest, dat die druppels met die slijm, hoe die zichzelf in de ruimte voortplanten. Kijken waar die bij mensen kunnen komen en of die dan ook ingeademd kunnen worden door die mensen. Ja, dit geeft een beeld hoe dat daar eruit ziet. Vertel even hoe het gebeurt. Het is begin maart. Ja. Wat doet dat met een wetenschapper die in een Sense Lab onderzoek aan doen is? Ja, eerst mogen we natuurlijk helemaal niet naar de universiteit. En we worden allemaal gezegd van blijf alsjeblieft thuis, ga thuis werken. Nou, dat heb ik gedaan en ik ben daardoor eigenlijk in contact gekomen met allerlei onderzoekers over de hele wereld die met hetzelfde probleem zaten. Ze wilden wat doen, maar moesten dat thuis doen. Ja. Dus we zijn aan de praat geraakt en hebben echt veel gekeken, bediscussieerd van hoe zou het nou komen? Hoe komt die transmissie? Waarom worden er zoveel mensen geïnfecteerd? En we kregen al snel te horen van ja, anderhalve meter afstand houden, dat zou helpen, want dan word je niet direct besmet door druppels. Ja. Maar we hadden allemaal zoiets van, er moet ook nog iets anders zijn waardoor die besmetting ontstaat. En we dachten al snel aan dat die druppels, die hele kleine druppels, die aerosolen, wat ook in het filmpje genoemd werd,
misschien ook een oorzaak zouden kunnen zijn. En die aerosolen, die komen veel verder dan die anderhalve meter. En de concentratie van die aerosolen wordt beïnvloed door ventilatie in een binnenruimte. Ja. Nou, en daar hebben we ons onderzoek dan nu op geconcentreerd. Ja, want met een gifte voor dit project kon je van start, want dat is wat je daarmee hebt gedaan, hè? Ja. En wat ben je toen precies gaan doen? We zijn eerst gaan rondbellen van wie kan ons helpen. Ja. He, met de apparatuur die we nodig hebben. En je zag ook in het filmpje, we hebben een zeepbellenmaker erin in de opstelling. Ja, die hadden wij natuurlijk niet. Daar hadden we ook helemaal geen kennis van. Ja. Dus professor Scarano van Aerospace, die heb ik gebeld. En die wilde heel graag meedoen. En ja, die doet nog steeds mee. Dus het is kennis bij elkaar brengen. Ja, en alle apparatuur en onderdelen. En daar kon inderdaad dat fonds heeft daarbij geholpen om dat te realiseren. En het SenseLab was natuurlijk bij uitstek de plek waar je dat kon doen. Want kon je daar zo in of moest het echt helemaal worden omgebouwd? Het hoefde niet echt te worden omgebouwd, maar we moesten wel een heleboel spullen toevoegen. Ja. Ja. He, dat, de experience room die je zag daar in dat filmpje, dat is een bestaande ruimte waarin we allerlei ventilatiemodus kunnen aanbrengen. Ja. Maar we konden geen zeepbubbels maken nog. Ja. En we hadden ook nog niet dat hoofd wat je zag. Dat moest allemaal geïnstalleerd worden. Wat was je grote technische uitdaging? De uiteindelijke, en die is er nog steeds wel, is om die zeepbellen heel goed zichtbaar te maken en ook te kunnen vertalen straks in concrete maatregelen. Dus je kunt wel plaatjes hebben van stromingen, maar hoe vertaal je nou die gegevens naar concrete ventilatiehoeveelheden die je nodig hebt? Ja. Of concrete patronen van dichtheden van aerosolen. Ja. Ja. En waar sta je nu? Kan je iets vertellen? Want jullie hebben testen gedaan al. Jullie zitten volop in de testen op dit moment. Ja. Kan je vertellen wat je test? Wij hebben nu net een hele reeks van testen achter de rug bij verschillende ventilatiecondities. Waarbij we twee verschillende soorten lenzen hebben gebruikt voor die camera's. Om te kijken wat nou het beste werkt. We hebben die hele ruimte helemaal zwart gemaakt. Ja. Dat zag je nu nog niet. Ja, want dat moet echt donker moet echt zijn donker. Om zichtbaar te maken. Ja. We hebben speciale verlichting. Daar zijn we nog steeds mee bezig om dat goed af te stellen. Zodat je echt de informatie krijgt die je eruit wil halen. Ja. En deze week zijn we eigenlijk aan het kijken naar wat die resultaten ons tot nu toe hebben opgeleverd. En volgende week gaan we weer verder. En dan gaan we ook met grotere zeepbellen bijvoorbeeld werken. Ja. Om te kijken of dat misschien nog betere resultaten oplevert. En jij zit daar natuurlijk middenin, maar hoeveel verschillende ventilatiemanieren zijn er? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat zijn. Je kunt niet ventileren. Ja. Alles dicht, pot dicht houden, geen ventilatie. Dat doen we meestal in de winter. Ja. In onze slaapkamers, dan doen we niks open. Ja. Je kunt een raam openzetten, dat heet natuurlijke ventilatie. Ja. Je kunt een deur openzetten naar binnen toe. Dat is eigenlijk gewoon ventilatie tussen in huis. Ja. En je kunt mechanisch ventileren. Maar ook mechanische ventilatie kan verschillende vormen hebben. Afhankelijk van waar je die lucht inbrengt en waar je die lucht weer afzuigt. Ja. En dat veroorzaakt allerlei verschillende patronen van luchtstroming. Zijn er al iets van resultaten te zeggen of zit je er nog echt middenin? Nou, we hebben in ieder geval kunnen aantonen dat inderdaad bij geen ventilatie die aerosolen binnen een mum van tijd die hele ruimte vullen. Dus binnen 10 minuten zie je dat alles met bubbels vol zit. Ja. Dat gebeurt ook bij mengventilatie, dat is een vorm van ventilatie, waarbij alle aerosolen opgemengd worden door de verse lucht die er binnenkomt. Gebeurt er ook, maar de concentratie van die luchtbellen zijn veel lager. Ja. Dus daar kun je al aan zien dat ventilatie werkt. Ja. Je zit nu midden in je testen, hoe nu verder? Ja, nu verder dit moeten we nog perfectioneren. Ja. We hebben ook een onderzoeksvoorstel ingediend bij ZON-NW. En daar zitten we, daar krijgen we over 2 weken uitslag van. We maken een hele grote kans. Ja. En dan willen we die verschillende ventilatievormen verder gaan uitwerken. Vooral gericht op middelbare scholen, omdat die na de vakantie weer compleet open gaan. En we willen daar dus zorgen dat we toch iets meer grip hebben op als daar een infectie
optreedt, een besmetting, dat we dan ook weten waar we moeten meten om goede maatregelen te kunnen treffen. Ja, ja. Oké, ik heb inmiddels de iPad erbij gepakt met de vragen die in de chat binnenkomen. En er is hier iemand en die zegt, is er al een grens te bepalen in de druppelgrootte die nog significante hoeveelheden virus bevat? Dus kan je iets zeggen over de druppelgrootte? Ik kan iets zeggen over druppelgrootte, maar ik kan niet iets zeggen over hoeveel virussen in een druppel zitten, helaas. Nee. Maar wij doen geen onderzoek met virus. Nee, nog niet. Nog niet. Nee. Dat komt hopelijk in dat nieuwe project, dat we daar meer... Dan zijn er virologen bij betrokken? Ja, dan zijn er virologen bij betrokken. Ja. Maar wij als ingenieurs hier op de TU Delft mogen niet met virussen werken, helaas. Ja. Ik kan wel aangeven dat de aerosolen waar wij eigenlijk mee bezig zijn, die zijn kleiner dan 5 micron. En die hebben de neiging om te blijven zweven. Ja. Nou heb je ook druppels die zijn groter. Ja. Dat noem je dan druppels. En die kunnen in theorie meer virusdeeltjes bevatten. Maar ook als die uitademen, dan gaan die op een gegeven moment gaan zakken naar de grond toe. Omdat ze zwaarder zijn dan lucht. Maar die zouden in theorie, de fysica bekijkend, dan verdampen de watermoleculen die om die virus heen zitten. In ieder geval een aantal. En dan zouden die uiteindelijk ook aerosolen kunnen worden. Waardoor de virusconcentratie hoger uiteindelijk wordt. En dus dat soort dingen kunnen we wel iets over zeggen. Ja. Maar over echt kwantitatief hoeveel, nee, kunnen we niet. Er is iemand die zegt, en wat is de eerstvolgende resultaten die je verwacht? De eerstvolgende resultaten hopen we volgende week. Hopen we al iets meer weer te krijgen. Ja. Zodra als er iets meer bekend is, dan publiceren we dat. We willen natuurlijk ook graag in een wetenschappelijke journal publiceren. Ja. Dus dan duurt het wat langer voordat het publiek het kan lezen. Wat we wel zullen proberen is om elk beeldmateriaal wat we hebben, wat echt goed weergeeft wat we onderzocht hebben, dat plaatsen we op de web. Ja. Ja. Een persoonlijke vraag aan iemand. Waar let jij zelf op qua ventilatie? Waar ik zelf op let? Ja. Qua ventilatie. Nou, waar ik vooral heel erg, en daar zijn we ook heel druk mee in het lab, is dat ik uitkijk hoe de ventilatoren, je hebt allemaal van die vents nu overal staan, voor verkoeling. Ja. Ja. Dat is als dat verkeerd gebruikt wordt, kan dat een extra risico opleveren voor besmetting. Ja. En als die naar de verkeerde kant op gericht is, dan zorgt die dat een luchtstroom die aerosolen bevat, juist bij jou komt. Ja. Dus daar let ik op als ik ergens ben. Ja. Ik let ook heel erg op dat ik niet in ruimtes kom waar veel mensen zitten, waar niet geventileerd wordt. Ja. Dat is nu automatisme. Ja. Filomena, dit was even voor nu de laatste vraag, want we gaan zo door naar het tweede project. Mochten er nog vragen zijn in de chat die wij namens jou kunnen beantwoorden, dan zullen we dat natuurlijk ook doen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat brengt ons naar het tweede element wat we gaan doen voor dit COVID Response Fund webinar. Dat is Operation Air. Je hebt het bijna niet kunnen missen. Proces, studentenproject wat in een noodtempo Air1 maakte. Onder aanvoering van Jaap Haarlaar, rector magnificus en voorzitter Tim van der Hagen had het er al over. Het zijn 30 studenten klinische technologie die hun stage in het ziekenhuis aan hun voorbij zagen gaan vanwege de lockdown. En die kregen 's morgens een mailtje en daar stond in dat hun stage helaas niet kon doorgaan. En terwijl ze nog maar nauwgezet bezig waren om bij te komen van die teleurstelling, kregen ze een tweede mailtje van Jaap Haarlaar met daarin de vraag of ze mee wilden doen met het maken van een beademingsapparaat. Bij ons zijn Max en Tessa. Twee studenten uit dit team en fijn dat jullie er zijn. Ja,
die bewuste dag, Tessa, dat mailtje. Je stage gaat niet door en vervolgens zit je s'avonds, denk ik, op de faculteit in een nieuw project. Hoe ging dat? Ja, dat was heel, heel raar, want je zat inderdaad, ik zat dan op mijn stage met een heel aantal andere studenten ook. En we kregen inderdaad allemaal dat mailtje en toen dachten we, nou ja, oké, dan gaan we maar naar huis. Want het was van, nou, per direct is jullie stage soort van gestopt en moeten jullie naar huis, want jullie mogen niet meer in het ziekenhuis komen. En toen kregen we inderdaad, s'avonds kregen we een nieuw mailtje van, nou, ik ga deze, of tenminste, ik heb dit online gezien. Ik heb die van Jaap Harla inderdaad, ik heb die, die verpleegkundige gezien. En ik heb online een aantal initiatieven gevonden die zo'n noodbeademingsapparaat aan het maken zijn. Willen jullie meedoen? Nou ja, dan is eigenlijk je eerste reactie van, nou, dat is super gaaf, laten we dit doen. En ja, dat was eigenlijk iedereens eerste reactie. Dus toen kwamen we in een soort stroomversnelling terecht. Ja. Ja, Max, je bent naar de faculteit gegaan en in een soort rollercoaster terechtgekomen. Hoe ging dat? Want normaal bereid je je maanden voor op zo'n project. En nu moest je de structuur bouwen terwijl je erin zat. Hoe werkte dat? Ja, van tevoren had Jaap al een beetje nagedacht over welk soort teams heb je nodig. En daar kwam ook input van ons bij. Dus je weet, je komt met 30 studenten, kwamen we praktisch bij elkaar. En dan ja, geeft iedereen zijn voorkeur voor een team. En dan ja, na dag 1 heb je al een basisstructuur. En dan na de hand ja, van de dagen verandert dat wel enigszins. Maar ja, dan kom je gewoon bij elkaar en dan begin je. Je hebt gewoon teams gemaakt en vrij dynamisch ging je daarin. En elk team had zijn eigen verantwoordelijkheid ook. Ja, klopt. Ja. Dus we hadden een team speciaal voor gericht op design. We hadden een team die, was, die onderzocht het scenario. Wat is de beddencapaciteit en wanneer verwachten we in een soort zwart scenario te komen. Ja. Maar denk ook aan juridisch, veiligheid, hoe je met de media-aandacht omgaat. Dat soort teams die kwamen ook in beeld. En in welk team zat jij? Ik was teamleider van media, PR en later internationalisering. Ah, want we hebben je hebt veel media aandacht gehad, kunnen we wel zeggen. We gaan ook even kijken naar een filmpje van Nieuwsuur. Wat ook vooral inzoomt op een van de technische uitdagingen. Want alle onderdelen moesten nog hier ook komen. We gaan daar even naar kijken en dan praten we er zo even over door. 30 studenten klinische technologie ontwerpen en bouwen in 2,5 week tijd een beademingsapparaat voor Nederlandse coronapatiënten. Ik had hoge verwachtingen van dit project en deze studenten, maar ze hebben ze zelf nog overtroffen. En ze hebben iets gerealiseerd wat enorm ingewikkeld is om zo'n apparaat te maken, maar we hebben het toch maar mooi met z'n allen gefixt. Om niet afhankelijk te zijn van de internationaal concurrerende markt, moeten alle onderdelen van het nieuwe beademingsapparaat uit Nederland komen. De aansluitingen voor de lucht en zuurstof komen uit Heemskerk. Dat gaat naar de Maslow controllers, die komen uit Ruurlo. Dat wordt allemaal gemengd in een tank die hier in Delft gelast is. Dat wordt gecontroleerd door een klep uit Veenendaal. Dat gaat door een 3D-geprint component uit Amsterdam. Als het dan weer terugkomt van de patiënt, zit hier nog een klep uit Scharwoude. Nog een aantal geprinte componenten uit Amsterdam. Hier een sensor die de luchtstroom meet, komt ook uit Delft. En deze klep komt uit Voorhout. De elektronica komt uit Burgen, dus dat is ook Friesland. De bodemplaat komt uit Alphen aan de Rijn, dus dat is ook Nederland. Maar eigenlijk alle essentiële componenten worden in Nederland gemaakt. Dat is belangrijk omdat, omdat het nodig is om het apparaat snel te assembleren. Dat je niet afhankelijk bent van leveringen uit het buitenland die immers onbetrouwbaar kunnen zijn. Ja, Max, dit was een stukje van Nieuwsuur. Die heeft veel met jullie meegemaakt, ontzettend veel aandacht gehad. Ik neem aan dat dat ook voordelen had en nadelen. Want je krijgt heel veel voor elkaar, maar hoe ga je om met zoveel persaandacht? Ja, in het begin wilden we buiten de persaandacht blijven. Want dat is alleen maar verstoring. Je wil starten, maar op dag 3 word je al genoemd in de Tweede Kamer. En dan begint er een balletje te rollen en moet je wel informatie naar buiten brengen. En het was, nou, de voordelen wat je zei, was dat je daarmee een heel groot publiek bereikt. Dus we kregen enorm veel aanmeldingen van bedrijven die graag wilden meewerken en ook een steentje wilden bijdragen. En het nadeel is dat het soms wat afleiding kan geven. Als ze in je werkplek komen filmen of ja, dat ze toch het nieuws een beetje opkloppen af en toe. Ja, dat zie je ook. Maar jullie krijgen ook heel veel aandacht van prominente Nederlanders en zelfs buitenlanders ook.
Tessa, in dat team zat jij? Ik zat in eerste instantie in het scenario-team, wat later ook, wat in eerste instantie de modelleren deed van hoe het ging met de IC-capaciteit en het aantal besmettingen en dergelijke. En later faceerde dat een beetje naar productieteam, implementatie in de ziekenhuizen en ook een deel internationalisering aan het einde. En heb je vanaf het begin af aan erin geloofd dat het ging lukken? Nou, in het begin ga je er eigenlijk met een hele open blik in. Want het is een beetje het idee van, dit doen mensen, dit kunnen wij ook. Dus dan denk je, ja, dit kunnen wij ook. Dan komen er toch wel een aantal dingen waarvan je denkt, nou, dat wordt best wel een uitdaging. En dan, naarmate er eigenlijk steeds meer positieve reacties op komen, denk je van, ja, eigenlijk gaat het wel echt lukken. En hebben we straks een apparaat wat hier daadwerkelijk mensen zou kunnen gaan beademen als de nood echt aan de man is. Ja, ja. Max, één moment wat je over mag doen nog een keer. Ga beleving. Ja. Dat was wel het moment dat ik een mailtje kreeg. Of ik werd geattendeerd op een mailtje. En die kwam in week 2 of 3 binnen van de Britse ambassade. En dat was iemand die stuurde een lijstje met vereisten. Met de vraag of we daaraan voldeden. En zo ja, of we daar gelijk die middag een offerte van 8000 stuks konden opsturen. En dat was wel een realisatie van wow. We zijn echt heel goed op weg. En de nood is echt heel hoog in de wereld. Maar dat was een eer waar we voor moesten bedanken. Toen ging dat naar Team Scenario en die zei dat, hoe ging dat? Dat ging niet lukken, denk ik. Wij zaten inderdaad te kijken naar die productie die je dan inderdaad op moet gaan schalen. In eerste instantie wilden we kijken of we alle onderdelen uit Nederland konden halen. En dan ook of er eventueel opgeschaald kon worden naar zeg 500 stuks. Nou, toen kwam inderdaad dat mailtje of we dan 8000 stuks naar Engeland konden verschepen. Toen zaten we, nou, ik weet niet zeker of dat lukt met onze huidige productielijn, zeg maar. Ja. Jullie zijn aan de slag gegaan met echt als doel om één beademingsapparaat afhankelijk te maken. Het zijn er hoeveel geworden uiteindelijk? Ja, we stonden klaar voor heel veel, maar de nood zwakte af. En uiteindelijk hebben we 72 geleverd, alsnog aan het ministerie. De dag 19 was een belangrijke dag voor jullie. We gaan even kijken naar een tweede filmpje daarover. Het is dag 19 van het fabricageproces. En dat is een spannende dag voor de studenten. Een vooraanstaand technisch geneeskundige van het Erasmus MC en een intensivist van het LUMC hebben beide hun intensive care verlaten om het nieuwe beademingsapparaat te beoordelen. In essentie is een beademingsapparaat heel simpel. Je bouwt een druk op, er gaat volume naar een patiënt toe. Je bouwt de druk af en er gaat weer lucht uit de patiënt. Maar daaromheen zijn er natuurlijk heel veel factoren die bepalen of dat veilig gebeurt. Ik ben daar zeer van onder de indruk in wat er bereikt is. Wij hebben kritische vragen moeten stellen als intensivisten, omdat voor ons beademingsapparaat, patiënt en de dokter die hem al of niet moet aansluiten centraal staan. Die driehoek is waar het om gaat. Veel fabrikanten zijn jarenlang bezig met het ontwikkelen van apparatuur. En om dit in 2,5 week voor elkaar te krijgen door studenten die... niet de ervaring en de kennis en het geld hebben wat fabrikanten wel hebben, is natuurlijk enorm knap. Ja, Tessa, waar ben je het meest trots op? Nou, ik ben eigenlijk het meest trots op dat we daadwerkelijk een functionerend apparaat hebben geproduceerd. En dat we dat ook dat we zoveel aandacht kregen van VWS en zo serieus werden genomen. Dat op een gegeven moment werd ik gebeld door, dat noemden ze dan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat was landelijk gereguleerd. Die waren aan het inventariseren waar alle hulpmiddelen zaten, zeg maar. En toen werd gezegd van ja, jullie staan eigenlijk in onze top 3 shortlist. En dat was wel een moment dat ik dacht, we doen het wel echt goed, zeg maar. We zijn echt iets aan het doen wat impact kan hebben. Ja. Ik zit even te kijken of inmiddels ook al vragen binnenkomen via chat. Max, dit of het stage in het ziekenhuis? Dit. Daar kan ik heel stellig over zijn. Natuurlijk, dit is een project dat doe je één keer, hoop ik. De hele pandemie en de epidemie, dat is een verschrikkelijke situatie. Maar dat roept wel zoveel motivatie van zoveel mensen bij elkaar op. En dat is een soort gekke bubbel waar je op een gegeven moment in zit. En zoveel energie instopt, maar ook kan uithalen. En daar leer je zo ontzettend veel van. En het is zo ontzettend gaaf om te doen. Maar ik ben ook wel weer heel blij met stage te kunnen beginnen, hoor. Ja.
Want ben je nog betrokken bij het project? Nu wel in steeds mindere mate, omdat ook de nood is gewoon steeds minder hoog. En in het begin waren we nog veel bezig met internationalisering. Waren er veel internationale initiatieven die op ons open source platform reageerden. Van kunnen jullie ons hier en hier mee helpen? Wij zien dat jullie deze sensoren hebben gebruikt en deze techniek en waarom, zeg maar. En er waren ook een aantal initiatieven die ons ontwerp eigenlijk hebben gepakt en hebben gekeken hoe zij dat in hun eigen land konden toepassen. En nu zwakt dat een beetje af en zijn we af en toe, horen we nog uit van die initiatieven terug om te kijken hoe het met ze gaat. En zijn wij zelf wel iets minder betrokken nu nog erbij. Want om nog even het hele project nog even in hele korte stappen neer te zetten. Jullie hebben een prototype gebouwd en die gereproduceerd en dat als open source aangeboden aan de hele wereld. Klopt dat? Ja. En daarmee, dat was ook jullie doel en daarmee zijn jullie in principe het project aan het afsluiten. Ja, we hebben het project al met z'n allen gezamenlijk afgesloten. Dus het hele team is al klaar. Alleen inderdaad zijn er nog bepaalde mensen in mindere mate betrokken met de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Maar is wel, het grote doel is het verkopen, het beperken van het aantal doden door een tekort aan beademingsapparatuur. Ja. En als daar het delen van je ontwerp en het delen van je lijst van leveranciers en alles, dat hoort daar ook bij. Daarmee kan je op andere plekken ook doden voorkomen. En als je kijkt naar het proces, wat waren nou echt de allergrootste uitdagingen waar jullie voor gestaan hebben? De grootste uitdagingen waren op een gegeven moment dat je aan allerlei testen moet voldoen. En dat het in eerste instantie steeds duidelijker werd aan welke testen we daadwerkelijk moesten voldoen. Maar dat het niet vanaf het begin duidelijk was aan welke testen we nou precies moesten voldoen. Dus het was een heel dynamisch proces waardoor je de hele tijd bij moest schakelen. En er weer iets anders opkwam en dan moest je daar iets inleveren. En dan moest er ineens een aanvraag ergens voor worden gestuurd. En dan moest je ontwerper aangepast worden. En je wilde een productielijn opstellen om te zeggen van we willen opschalen naar 500 bijvoorbeeld. En ondertussen veranderde je ontwerp nog de hele tijd. Dus eigenlijk was dat was eigenlijk wel de grootste uitdaging. Het feit dat het zo'n dynamisch proces was en dat je constant bezig was met evalueren van is dit nog wat we nodig hebben? Moeten we het niet iets anders inrichten? Maar daar heb je wel heel veel van geleerd. Ja. En wat doen jullie nu? Nou, we zijn nu allebei weer begonnen met onze stage in het ziekenhuis. Okay. Dus ik loop nu in het Erasmus MC stage en jij ook? Ja, ik ook. Ja. Dus in principe zijn we daar nu weer gewoon fulltime mee bezig. Zitten we 4 dagen per week daar. Lopen we zowel in de kliniek als dat we in onze eigen opdracht werken. En ben je dan van Operation Air daar zo of valt dat mee? Nou, het valt op zich wel mee, maar het is wel als ze dan vragen hoe jij het hebt gedaan rondom de hele coronatijd, dat je wel kunt zeggen ik heb Operation Air gedaan. Dan komt er heel veel herkenning van dat was het beademingsapparatuurproject toch? Ja. Dat is goed. Dank jullie wel voor jullie tijd ook. Bedankt voor het zijn. Als hier nog aanvullende vragen zijn, laat het ons weten nog via de chat. Dan zullen ze alsnog proberen te beantwoorden. Nogmaals, dit is een klein inkijkje in 2 van de 20 projecten die wij hebben kunnen steunen. Namens uw hulp, dank je wel daarvoor. Als u ze alle 20 wilt zien, dan kunt u ze vinden op onze website www.universiteitsfondsdelft.nl/gesteunde projecten. Voor nu zeg ik blijf gezond, take care. Dankjewel.